Oké, de bedoeling was dus dat ik alle Eredivisie informs zou reviewen. Maar toen ik op Twitter zei dat ik de kansloze informs zoals Bizot, Kuto en Klies niet zou doen, werd er best wel slecht op gereageerd. Dus jullie zin, joh, hier komen ze. We beginnen met Matheus Klies. Deze man heeft fucking hoge passing voor een zilveren CM normaal, maar hij is nu CAM, heb ik hem gemaakt in deze opstelling. Hij kost mij maar 20.000 coins, heeft mij ook maar 2 goals en 2 assists opgeleverd, maar hij heeft goede passes verstrooid. Verstrooid, gegooid, gegeven. Hij strooide met goede passes op de fantastische spitsen. Met als eerst Marco Bizot. 2 sta weakfoot, 1 sta skill move. Hij is maar 6 voet 0, dat is 1,80. Dat is laag voor een keeper. Hij heeft in 6 wedstrijden, jawel, 6 goals en 1 assist gegeven. Fantastische keeper. Spits bedoel ik, sorry, nou verspreek ik mij gewoon. Kost echt geen reet, 9.500 coins. Echt een goede inform. En als tweede hebben we natuurlijk Philippe Couto. Deze is wel wat langer, is dik in de 1,90. Heeft wel 3 sta weakfoot en kost nog minder, 8,3k maar. Maar heeft ook in 6 wedstrijden 6 goals en wel 5 assists weten te geven. En nu denken jullie waarschijnlijk, fake, je hebt ook gewoon tegen de computer gespeeld. Nou, kijk, hier zijn dan de clips. Bizot gaat het eerste goaltje van deze aflevering maken. Want ja, dit is in principe een simpel intikketje. Elke domme linksback met zijn rechter kan deze erin schieten. Elke keeper zou deze wel bewijzen van nog in kunnen schieten. Maar dat zegt natuurlijk nog weinig over hoe goed de spelers eigenlijk wel niet zijn. Maar wat wel iets zegt over hoe goed de spelers zijn. Hier Paulsen, die tikt hem op Kuto. 1-2'tje met Klies. Klies, echt een fantastische paas op Kuto. En die gaat Kuto natuurlijk niet missen. Want zulke goede spelers als Kuto, zulke goede spitsen als Kuto, die juichen natuurlijk ook echt als goede spitsen als Ronaldo, zoals je hier ook ziet. Maar dat is naar mijn mening niet eens het mooiste doelpuntje van de wedstrijd. Want die komt hier nog. Want Bizot snijdt naar binnen. En Bizot tikt hem op Kuto. En Kuto gaat deze natuurlijk ook niet missen. Onder de keeper door. En dat geeft alweer die goede samenwerkingsband tussen Kuto en Bizot aan. Die echt fantastisch was gedurende deze wedstrijden. Hier in de volgende wedstrijd speel ik met een groen t-shirt. En volgens mij is het een van de weinige wedstrijden dat ik met groen speel. Maar het is wel weer een goede aanval. Over de top op Duarte. En daar staat Klies eindelijk een keer aan de eindbasis. Van alle mooie passes die hij normaal zelf verstuurt. Nu schiet hij hem er eens een keer in. Is niet het doelpunt te maken met maar 65 schieten of zo. Maar toch maakt hij een hele mooie goal. Van Aanholt is weer door met zijn 90 pace. Die zou naar binnen en met zijn rechter kunnen schieten. Maar wat is natuurlijk makkelijker dan gewoon even op Kuto tikken. En die schiet nu gewoon even lekker in. Heel simpel spitse goaltje weer van Kuto. Die zijn positioning gewoon laat zien dat het echt enorm goed is. Hier ook weer. Dit vind ik naar mijn mening echt de mooiste goal van de aflevering. Want kijk, Kuto heeft hem hier. Hij raakt de grond niet. Hij neemt hem aan op zijn borst, geloof ik, op zijn voet nog een keer. En dan schiet hij hem er gewoon in. Je gaat het in de herhaling nog wel een keer zien hoe mooi dat eigenlijk wel niet is. Want hier is Duarte, geloof ik, over de keeper heen. Of over de verdediging heen bedoel ik. Op zijn borst, op zijn knieën. En hij tikt hem erin. Zonder dat de bal de grond raakt. Zo goed gedaan door Kuto. Hier komt meer wat gelukkig doelpuntje. Want Feyenovic is hier door. Feyenovic is door. En dan schiet hij hem in de voeten van Bizot. En Bizot knalt hem gewoon via de binnenkant van de paal in het doel. Geen houden aan voor de keeper. En je ziet maar weer hoe goed deze 3 informs uit de Eredivisie zijn. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ze een klein beetje onderschat op Twitter. En ik ga zo meteen, ga ik nog even op terugkomen van mijn schuldgevoelens. Of mijn spijt dat ik ze zo heb onderschat. Want ze zijn me zo erg meegevallen in deze allemaal online single matches. Maar voordat je dat, je gaat nog even, kijk. 35 penalties heeft Bizot. Maar kijk hoe hij hem inschiet. Zijn penalty stats zijn gewoon echt een leugen. Zo goed dat hij penalties kan nemen. Zulke onderschatte spelers zijn het allemaal. En volgens mij is dit is misschien wel de allermooiste, niet die net van Kuto, maar dit is misschien wel de allermooiste goal van de aflevering. En die gaat gewoon van Klies worden, want die neemt hem hier toch op partij in één keer op de volley. Fantastisch mooie goal. Ik wil jullie één ding zeggen, en dat is, jullie denken echt nu waarschijnlijk van, what the fuck is hier gaande? Wat, je scoort met keepers zoveel en zo mooi. Ik zweer het je, ik weet ook niet wat ik meemaak. Het is echt legit hoor. Ik heb gewoon echt gespeeld, niet eens met plus 15 kaartjes. En dan kan je zeggen, oh, dat kun je niet bewijzen dat plus 15 kaartjes dat je niet gebruikt hebt. Nou, ik zou je zeggen, plus 15 kaartjes werken niet eens op keepers. Dan gaat niet eens de keeperstats omhoog. Volgens mij gebeurt er nog helemaal niks, want zijn veldstats gaat ook niet omhoog. Maar dit is allemaal legit voor de mensen die het echt niet geloven. Ik heb echt gewoon met keeper gespeeld. Probeer deze 2 keepers in de spits eens even uit. Ze zijn zo fantastisch goed. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vond je het leuk? Laat dan even een like achter. En geniet nog even van deze fantastische laatste goal van Kuto. Want dat was natuurlijk wel echt de base van deze aflevering. Hier, hij versnelt langs de verdediger. En hij tikt hem gewoon simpel zo in het hoekje. Een fantastische, een spitse goal. Een nummer 10 goal van fucking Arsenal. Zelfs Özil kan het niet zo mooi afmaken. Bedankt voor het kijken mensen. Laat een like achter als je het leuk vond. En doei.